Hi, welkom bij deze video. In deze video wil ik het graag met je hebben over hoe je in een coaching sessie meer impact kan maken. Het kan zijn een intake sessie waar een nieuwe klant, een nieuwe coaching cliënt voor het eerst bij je komt. Of een van de latere coaching sessies die je met iemand doet. Dus allereerst super tof dat je deze video kijkt en laten we gewoon gelijk de diepte induiken. Mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Pim Jansen. Ik help coaches, sprekers, experts om hun boodschap effectief over te brengen middels presentaties, daarmee meer impact te maken. En in deze video gaan we het dus specifiek hebben over coaching sessies zelf. Nou, ik zal even mijn zonnebril opzetten om niet te veel te hoeven knijpen. Gisteren deed ik met verschillende deelnemers van mijn eigen gevorderde training, mijn Spreken met Impact Bootcamp, deed ik een feedback sessie waar we specifiek ingingen op een intakegesprek. En de deelnemers waren dus aan het oefenen. Ze waren aan het oefenen met de verschillende structuur die ik ze heb meegegeven. En één ding wat op een gegeven moment opviel, er waren een heleboel dingen die heel goed gingen. Een heleboel dingen waar ze in hebben uitgeblinkt. En er waren ook een paar dingen die ik als tip, als feedback gaf. Eén ding wat ik bijvoorbeeld merkte was dat uiteraard was iedereen tijdens de feedback sessie aan de slag met het nieuwe systeem, de nieuwe structuur. Alleen wat er dan kan gebeuren op het moment dat je in een coaching sessie bezig bent met het volgen van een script of een structuur of een systeem, is dat je daardoor wat minder de aandacht echt voor de ander hebt. En wat ik daardoor een aantal keer merkte was dat de coachee bijvoorbeeld iets zei, iets aangaf, en dat de coach daar op dat moment niet direct dat opmerkte. Of bijvoorbeeld later terugspiegelde wat eigenlijk iets anders was dan wat daadwerkelijk de coachee had gezegd. En dat is iets wat zo belangrijk is, want als we kijken naar de kracht van woorden, woorden hebben voor iemand een bepaalde betekenis. En je kan het je zo voorstellen dat als iemand een woord gebruikt, als ik bijvoorbeeld het woord gebruik fantastisch, dan heeft dat woord voor mij een bepaalde betekenis. Ik heb er van binnen waarschijnlijk een bepaald beeld bij als ik het woord fantastisch gebruik. Als iemand anders vervolgens mij herhaalt en zegt, oh, dus je vond het geweldig, dan kan het zomaar zijn dat geweldig voor mij net even een andere betekenis heeft dan het woord fantastisch. Dus de kunst als coach, naast het feit dat je een goed systeem wilt gebruiken, een goede structuur wilt gebruiken om iemand effectief en voorspelbaar van A naar B te kunnen helpen, is dat je als coach je volledige aandacht bij de ander wil hebben. Nou is één ding natuurlijk, dat op het moment dat je zo'n nieuw systeem leert en een nieuwe structuur leert, dat je in het begin nog bewust bekwaam bent. En dus dat wil zeggen, je hebt nog meer na te denken over hetgeen wat je doet. En naarmate je datgene vaker herhaalt, wordt het steeds meer en meer onbewust bekwaam. Zodat je er op een gegeven moment niet eens meer over na hoeft te denken en het vanzelf in je systeem zit. En daar zit in mijn ogen ook het echte goud. Want op het moment dat je jouw systeem of je structuur, je techniek in coaching onbewust bekwaam hebt gemeesterd, dan kun je daarmee al je aandacht verplaatsen naar de ander. En echt gaan luisteren. Ja, want de kracht van een goede coach zit in mijn ogen en in mijn ervaring zit hem in het echt luisteren en het net doorvragen. Het mooie was, een voorbeeld van wat er gisteren ook gebeurde, was een van de coaches, die hoorde ik op een gegeven moment zeggen, toen de coachee aangaf van, hey, het voelt net alsof er een soort van vishaakje is met een soort wortel die telkens voor wordt gehouden en dan weg wordt getrokken. Dat de coach op een gegeven moment toen vroeg van, oh goh, en wie heeft dat vishaakje dan vast? Oftewel, wie is daar in controle in dit metafoor? En wat de coach toen dus heel mooi gedaan heeft, is ze is dus meegegaan in het metafoor wat de ander gebruikte. En ze heeft het metafoor gebruikt om terug te gaan naar, waar is de controle eigenlijk? Ja, en wie staat er hier aan het roer? Waardoor ze dus veel meer diepgang heeft kunnen vinden in dat gesprek. Als je op dat moment heel erg met de structuur bezig was geweest, met het script bezig was geweest, dan had je zo'n kans gemist en dus een kans voor extra diepgang gemist. Dus de kunst als coach is A, om jouw structuur, jouw systeem, jouw script zo goed onder de knie te hebben, dat je er niet eens meer over na hoeft te denken. En zodat je ook kan afwijken van dat systeem. Het systeem is een basis, een fundament. En heel eerlijk, wat ik zie is dat heel veel coaches geen basis hebben. Dat ze vaak op intuïtie werken, wat heel goed kan zijn en heel krachtig kan zijn. Alleen je wil wel dat intuïtie gebouwd is op een goede basis van bepaalde essentiële vaardigheden die je onder de knie hebt. Dus dat is nummer 1. Vervolgens als tweede wil je dus de volledige aandacht op de ander kunnen richten. Ja, je volledige aandacht bij de ander hebben. En dat is niet altijd makkelijk. Ik weet nog heel goed hoe het voor mij was toen ik bijvoorbeeld ging assisteren bij verschillende opleidingen. Om zelf als coach daarbij aanwezig te zijn en ervaring op te doen.
dat ik soms in zo'n week dan midden in mijn eigen drama zat als het ware. Er waren die week allerlei dingen gebeurd en ik zat nog in mijn hoofd heel erg met al die dingen te spelen. En als ik dan in zo'n weekend te coachen had, vond ik het heel lastig om mijn eigen gedoe als het ware even aan de kant te zetten en volledig de aandacht bij de ander te hebben. En ik geloof dat is een kunst, hè, om die knop als het ware om te zetten. Alleen het goede nieuws is dat wanneer je dat doet, dan kun je dus ook echt je eigen drama even achterwege laten. Even je eigen gedoe aan de kant zetten en volledig de aandacht bij de ander hebben. En wat ik heel erg heb gemerkt de afgelopen jaren is dat het heel bevrijdend is. Als ik een week heb die heel turbulent is en ik heb bijvoorbeeld een paar coaching sessies op een dag of ik geef een hele training op een dag, dan merk ik dat het voor mij altijd als een bevrijding voelt. Omdat op het moment dat je eenmaal leert om die knop meer uit te zetten en je eigen dingen aan de kant te zetten, het daarmee veel relaxter wordt om zo'n coaching sessie in te gaan. Omdat je weet, hey, de ander kan centraal staan en ik kan mezelf daarin even aan de kant zetten. Als derde, een hele simpele praktische tip daarbij, is simpelweg om aantekeningen te maken. Ja, ik merk dat het zo waardevol is om tijdens een coaching sessie niet te veel aantekeningen te maken. Want als je heel veel schrijft, heb je ook niet meer echt je aandacht bij de ander en dan hoor je ook de helft niet meer. Maar om gewoon wat steekwoorden op te schrijven. Ja, ik merk dat het zo waardevol is dat je bijvoorbeeld een sessie doet van 40 minuten. En vervolgens kan je gewoon even herhalen, hey, wat je tot nu toe hebt aangegeven is dit en dit en dit en dit en dit en dit en dit. En dat je de kans hebt om terug te spiegelen naar je cliënt wat je allemaal gehoord hebt. Vaak is dat alleen al gigantisch waardevol, omdat iemand gewoon even bewust wordt van wat er allemaal gaande is geweest. Nou, dus dit zijn zo'n aantal tips, hè, een aantal meer principes, dingen waar je naartoe kan werken. En het meeschrijven is gewoon een hele simpele praktische tip, wat je simpelweg kan toepassen. En iets anders wat ik je daarin nog wil meegeven, is vraag je coachingcliënten om toestemming om de sessies op te nemen. Ik weet dat het kan in het begin een beetje spannend zijn. Dus een advies wat ik ook altijd meegeef voor mensen om presentaties te geven. Alleen doe dat ook bij je coaching sessies. Ik heb zelf tientallen coaching sessies later teruggeluisterd. En als ik dan later terugluisterde, kon ik exact achterhalen wat maakte dat we bijvoorbeeld een bepaalde diepgang misten. Of dat er juist een bepaalde diepgang ontstond. Zodat ik wist, hey, voor latere sessies kan ik dezelfde principes, dezelfde lessen meenemen. Om ook dan weer diezelfde diepgang te kunnen vinden. En je leert daar simpelweg zo ongelooflijk veel van. Ook als je intake sessies doet en aan het einde met mensen een keuze maakt of ze verder met jou willen samenwerken, ja of nee. Hè, daar kan heel veel van afhangen. Dat kan je bedrijf, kan dat soms maken of breken. Als je ook die sessies, als je die later kan terugluisteren, dan ga je zoveel waardevolle informatie uithalen. En je ontdekt hoe je overkomt. En nogmaals, dat is in het begin niet comfortabel, dat is niet gemakkelijk. Alleen juist buiten je comfortzone, daar is waar je het meest groeit. Daar is waar je de gouden inzichten vandaan haalt. En daar is waar je die doorbraken hebt, waardoor je meer klanten krijgt, meer impact maakt, meer verschil maakt voor de mensen die je coacht en uiteindelijk ook veel meer vertrouwen kan uitstralen. Dus dat was de boodschap die ik je in deze video mee wilde geven. Ik hoop dat je hiermee aan de slag gaat. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Als je dit een waardevolle video vindt, klik even op een duimpje omhoog of een hartje of een ander mooi symbool wat je hier ergens in de video ziet staan. En als je mij nog niet volgt of geabonneerd bent, zorg dan dat je even op de knop volgen of abonneren drukt. Dat zou voor mij de wereld betekenen. Geniet van je dag vandaag en tot de volgende keer. Bij deze, ciao ciao!